Beste bezoekers, jongens en meisjes en ouders, archeologie spreekt tot de verbeelding. Opgraving in het tropisch regenwoud en mummies in graftombes. Het is een avontuurlijk gegeven. Maar archeologie is ook een wetenschap die via minutieus onderzoek een beeld wil krijgen van het verleden. Hoe was het leven tijdens de laatste ijstijd? Er lopen mammoeten rond en de eerste mensen schilderen paarden en bizons in grotten als Covey en Lascaux. Toch willen archeologen meer dan alleen beschrijven. Waarom veranderen dingen? Wat is de relatie tussen economie, cultuur en macht? Waar, wanneer en waarom is religie ontstaan? Het zijn maar enkele van de vele vragen die ze stellen. Archeologie is een beetje geologie, chemie, antropologie, sociologie en geschiedenis. Het ligt op de grens van humane wetenschappen en exacte wetenschappen. De nadruk ligt op materiële cultuur. Wat kunnen dingen, zoals ruïnes, stenen werktuigen en afval uit een keuken van een middeleeuwse herberg, ons leren? Je vindt zwaarden, munten of grote steencirkels en je vraagt je af: wat is hier gebeurd en waarom?